Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Hallo. Wat heb je? Wat is er? Nou, die takkenrits, ik zit er al een uur mee te pielen. Hij doet het niet meer. Laat eens kijken. Hij loopt steeds uit de rails. Wat heb je ermee uitgespookt? Wie, ik? Niks. Hanna. Oh. Heeft er soms iets tussen gezeten? Ja, zeg, wat krijgen we nou? Een hemd of zo? Ik weet het niet. Ik zeg toch dat die van Hanna is? Oh, dat bedoel je. Ja, wat dacht jij dan? Nee, niks. Nou zeg, dat wordt niks meer, hoor. Dan moet je een nieuwe inzetten. Ja, zeg, als er iets aan zenuwenwerk is. Nou, dan doe je het niet. Koop je gewoon een nieuwe voor de. Jij denkt er nogal makkelijk over. Ja, wat wil je dan? Dat ze er zelf een nieuwe rits in zet. Ach, dat arme kind heeft het al zo druk. Je kunt je ook druk maken. Daar heb jij geen last van. Gelukkig niet. Ja, maar Joris, zo'n fusie op een school is een hele toestand. Dat weet jij ook wel. Ja, maar zij trekt zich de zorgen van iedereen aan. Ja, maar dat is toch een mooie eigenschap? Heel mooi, ja. Je mag haar wel eens in de gaten houden. Anders zit ze binnen de kortste keren ook overspannen thuis. Net als die Sietse. Waar ze nou al die extra uren voor moet waarnemen. Ja, ze laat zich nogal in de gaten houden. Jij moet zorgen dat ze zich eens een beetje ontspant. Dat ze eens een verzetje heeft. Ja, ja. Eigenlijk heb jij wel gelijk. Hè? Als jij naar Hanna hier een nieuwe rits in zet. Ik? Ja, als ze dat er ook nog bij moet doen. Hanna, dat is jouw afdeling. Natuurlijk, maar mijn taak is het nu om Hanna te helpen ontspannen. En dat kost tijd. Heeft geen haast, Molly, als je voor de week maar klaar is. Nou goed, maar jij verzint iets voor Hanna. En laat ik niet merken dat Molly, ik ga meteen aan de slag. Hoe zie jij er verhit uit? Verhitte discussies in de klas. Waarover? Over de fusie natuurlijk. Ja. Wil je koffie? Dat wordt allemaal achtste. Nou, buiten mij. Wat hoor ik? Verhitte discussies in de klas? Ja, of het gebouw uit moet na de fusie. Ik ben bang van wel. Is het al beslist? Nou, nee, dat nog niet. Maar ik heb wel sterk de indruk dat we bij de Willem de Zwijger in moeten trekken. Nou, dat zou ons er wel eens een paar leerlingen kunnen kosten. Meen je dat nou? Ja. Begonnen er al een paar te roepen dat het veel te ver is en dat ze net zo goed naar Den Haag kunnen. Oh, nou, dan moeten we er wel iets aan gaan doen. Ja, hoe dan? Met de ouders praten, bijvoorbeeld. Ja, hoe dat nog? Ja, natuurlijk. We moeten wel zorgen dat we geen leerlingen kwijtraken. Hmm. Dat is trouwens een goed agendapunt voor vanavond. Vanavond? Ja, de eerste vergadering van de PC. PC? De promotiecommissie. Oh, ja, natuurlijk. Was je dat vergeten? Nee, staat genoteerd. Ik dacht alleen even niet aan. Joh, mijn hoofd loopt om. Je drinkt uit mijn kopje. Sorry. Joris, ik ben er. Wel, ja, meneer, neemt het er maar van. Oh, Joris! Ja, schat. Hé, wat? Ik heb een verrassing. En dat is? Ik heb vandaag niet gekookt. Oh, moet ik daar blij om zijn? Dat zou ik wel zeggen, want wij gaan het eten. Ik ben er al helemaal klaar voor. Nou, dan heb ik ook een verrassing voor jou. Zeg op. We gaan niet. Wat bedoel je? Ik kan helemaal niet. Ik heb een vergadering vanavond. Alweer? Dat wist je toch? Ik? Ja, hier staat op het bord. Het bord? 19e fusiecommissie. Aha. Zie je wel. Vorige week vertelde je mij dat de fusiecommissie was opgeheven. Dat is ook zo. Nou dan. Nou, heb je weer half geluisterd. De fusiecommissie is opgeheven, maar er zijn 5 andere commissies voor in de plaats gekomen. 5 maar? Ja, de commissie voor schoolorganisatie, de commissie rechtspositie, onderwijskundige commissie. En daar zit jij allemaal in? Zeg, spaar me. Ik zit alleen in de promotiecommissie. Wat valt er dan te promoten? De nieuwe school. We moeten bijvoorbeeld de ouders de voordelen duidelijk maken. Wijs maken bedoel je? Nou, dat zal niet meevallen. Begrijp je? Vanavond is de eerste vergadering.
promoten. Ze mogen blij zijn dat ze onderwijs krijgen. Ja, ja, ja. Nou, er waren nou leerlingen die dreigden naar Den Haag te gaan. Omdat de school te ver komt en te vroeg begint. Rustig laten gaan. Ja, ja, maar als het aantal leerlingen terugloopt, dan kan ik misschien ook wel gaan. Je overdrijft. Nou ja, ik misschien dan niet. Maar wel de andere collega's. Wat krijgen we nou? Drank? Op klaarlichte dag? Moet jij zeggen. Ja, ik, maar jij. Jij moet nog werken. Daarom juist. En wat doen we nou met eten? Zal ik me even wat halen? Oh, doe geen moeite hoor. Ik heb toch niet zoveel trek. Bak maar een ei. Je denkt toch niet dat ik genoeg heb aan een ei? Ja, bak je er drie. Ik? Ja, je denkt toch niet dat ik dat ook nog doe? Ja, maar in mijn goede kleren. Zij doen niet zo moeilijk, dan kleed je toch even om. Wat ben jij aan het doen? Kroketten bakken. Midden in de nacht. Dan zijn ze pas lekker. Zeg, je hebt me wel wakker gebakken, man. Ja, ik vind het nogal hondsbrutaal, hoor. Hanna, ze zijn klaar. Hanna? Ik bak ze voor haar. Zij zat eenzaam aan de tafel toen ik thuis kwam. Alsjeblieft. Ik kon niet slapen en ik had honger. Je viert gek. Je had vanavond heerlijk met mij mee uit eten kunnen gaan. En wat heb je nu? Vette kroketten die je anders nooit veel even eet. Weet je wel, en dan spreek ik even met je eigen woorden, hè. Weet je wel hoe slecht dat is? En waarom hebben we ze dan in huis? Alleen voor noodgevallen. Nou, dit is een noodgeval. Wil je er ook één? Nou ja, ik ben nou toch uit mijn slaap. Hé, hey, niet doen! Wat doe ik? Kroket op de notulen. De notulen? Waarvan? Van een vergadering van vanavond. Je wilt toch niet zeggen dat jij midden in de nacht de notulen... Nou, ik kon toch niet slapen. En zijn ze af? Ja. Mooi, dat komt goed uit. Dan heb jij dus tijd om morgen met mij naar de sauna te gaan. De sauna? Hoe kom je nou bij de sauna? Daar zijn we nog nooit geweest. Inderdaad. En dat wordt dus hoog tijd. Als er iets ontspannends is, heb ik me laten vertellen, dan is het de sauna. Daar valt alles van je af. Lekker. Hoor je wel? De kroket. Zal ik er nog wat patat bij bakken? Nou. Nee, daar komt niks van in. Jij hoort in je bed te liggen in plaats van je te verlustigen aan onverzadigde vetzuren. Kom op. Oh, 4 uurtjes slaap. Geen probleem, dat haal je in de sauna weer helemaal in. Ja, maar niet vandaag. Dat hadden wij vannacht anders wel afgesproken. Ja, jij met mij, maar ik niet met jou. Jij spreekt dingen af terwijl ik helemaal niet kan. Wat heb je nou weer dan? School. Workshop toneel. Workshop toneel? Zeg maar gewoon een toneelclubje. Jij laat je ook overal mee in, hè? Ja, dat zijn buitenschoolse activiteiten. Nou, die horen er tegenwoordig bij. Waarom? Waarom? Dat is reclame voor de school. Oké, werk jij je maar het schompers. Nou, volgende week komt Sietse weer terug en is het ergste leed geleden. Hè? Het scheelt uren. Volgende week, dat hoor ik nou al maanden. En de sauna lijkt me nou echt zo goed voor je. Eens even lekker stoom afblazen. En jij dan? Nou, voor mij kan het ook geen kwaad. Want hoeveel uur heb ik bijvoorbeeld vannacht geslapen? En ik had me er ook echt op verheugd om vandaag samen met jou... Ja, mij lijkt het ook heel gezellig, maar ik kan nou echt niet. En om nou alleen te gaan, dat lijkt me niks. Nou, waarom niet? Nou, vind ik niet leuk. Hé, kan mij niks schelen. Maakt helemaal geen verschil of je nou hier zit of daar als ik toch werk. Wel maar. Nou, ik zou gaan in jouw plaats. Ach, nee. Meen je het dan? Tuurlijk. Dus als ik zo druk was dat ik niet wist wat ik het eerst en wat ik het laatst zou doen, dan zou jij rustig gaan? Ja hoor. Nou, dat had ik nou nooit van jou gedacht. Wat had jij nooit van haar gedacht? Dat van die kroketten vannacht. Ik schrok me rot. Hoezo? Vroeger at ze altijd alleen kroketten als ze zwanger was. Ja hoor, zo kan die wel weer. Nou, ik ga. Oh, denk eraan dat het vandaag groot vuildag is, hè? En je zou me ook bellen over die voorlopige aanslag, veel te hoog. En vergeet niet dat jasje te ruilen, te klein. Ja, ik weet het. En de kroketten zijn op. Neem ook wat van de kleine lumpiatjes mee. Jij weet nooit vannacht. Wegwezen jij.
Zeg, en die spijkerbroek voor mij? Hoe staat het ermee? Wind je daar niet over op? Je hebt genoeg aan je eigen ellende. En veel plezier in de sauna. Dankjewel. Nou, even kijken. Nee, sorry, dan heb ik al een afspraak met de MR. De MR? Ja, medezeggenschapsraad. Zou je dan de 24ste kunnen? 24ste? Nee, onmogelijk. Heb ik 's avonds CP. Enig is de 26ste om 16:30. Nou, dat lukt mij weer niet. Dan heb ik CS. Ja, dan blijft toch als enige mogelijkheid de 25ste over. Maar dan kun jij toch niet? Nee hoor, heel moeilijk. Dan ben ik de hele week al... Ja, heel vervelend. Maar anders zitten we alweer 14 dagen verder en dan wordt het wel erg laat. Ja, nou ja, moet het maar. Mooi. Dan nog even over de 5e, om 3:00. Om 3:00? Nee, kan ik niet, heb ik les. Maar dan is Sietse weer terug. Nou ja, zwaar. Nou, kan ik wel. Fijn zo. Dan kun je dus de 8e ook. 8e, ja. Nee. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Dat is dan prettig geregeld, Hanna. Zo, voorlopig zijn we weer van de straat. Zeg, wanneer wordt nou bekendgemaakt wie de rector wordt van de hele zaak? Oh, nou, dat zal wel niet lang meer duren. Laten we hopen dat Ivo het wordt. Van hem weten we in ieder geval wat we aan hem hebben. Ja, niks. Ik bedoel, je hebt geen kind aan hem. En die rector is van Willem de Zwijger, dat is me er een. Ja, daar moet ik ook niet aan denken. Oh, vrouw boven je, dat zie je niet zo zitten, hè? Nou, dat moet je niet zeggen. Dat kan best aangenaam zijn. Maar in het werk, nee. Sexist. Dus jij wil op feministische gronden onze eigen Ivo laten vallen? Ik vind hem knap nerveus de laatste tijd. Ja, de spanning stijgt. Ja, wordt hij het of wordt hij het niet? Daar heb je hem. Zo te zien wordt hij het niet. Geloof. Een beetje vervelende mededeling. Ik had net de rectrix van de Willem de Zwijger aan de lijn over die commissievergaderingen. Nou, er zijn dus een aantal dagen dat ze nu ineens weer niet kunnen. En het betreft de... Wacht even, de 25ste, de 5e en de 8e. Oh nee, dit is toch niet droog. Oh. Nou, dan gaan we weer. Dag schat, jij raadt nooit. Wat stinkt het hier? Lijkt wel of er iets in de fik staat. Wel, nee. Nou, wat raad ik nooit? Waar ik geweest ben. In de sauna. Ja, daar ben ik ook geweest. Natuurlijk. Nou, zo natuurlijk is het niet. Het is dat jij zo aandrong. Ja, ik dacht, ik ga vast kijken of het ook iets voor jou is. En? Absoluut. Het is waar. Alles valt van je af. En gezellig. En weet jij wie er ook was? Nou? Margriet. Met Henk? Nee, die had het druk. Nou, ik had dat niet gedacht, hoor. Wat? Van Margriet. Dat ze in de sauna kwam? Nee, zo... Oh, hoe doe je dat? In ieder geval voelde ik mij geheel gerelaxed. En ben meteen doorgestapt naar... De kroeg. Nee, het reisbureau. Wij gaan vakantieplannen maken. Nou al. Nou al. De voorpret kan niet lang genoeg zijn. Je eigen woorden. Ja, maar... Wat dacht je van een trektocht door Normandië, Bretagne? Daar waar de zeebonen bij eb droog valt. In de havenstadjes leven de mensen op het ritme van het tij. Ja. En als de zee zich terugtrekt, verandert de haven in een wonderlijk stilleven. Hé? Wonderlijk stilleven. Ja, ik hoor je wel. Leuk, leuk. Oh, zeg, vanmiddag hadden we toch weer iets. Zwitserland, daar zijn we ook nog nooit geweest. Hadden we met pijn en moeite vergaderingen vastgesteld. Het kanton Tessin schijnt schitterend te zijn. Konden die lui van de Willem de Zwijger toch ineens weer niet. Picknicken, te midden van wilde bloemen en zoemende... Ja, jullie zijn er. Heel scherp opgemerkt, Molly. Ik ben er net ook al geweest. Je was zeker weer laat, hè, Hanna? Kind, ik zou toch maar eens aan mijn gezondheid denken. Ik zeg nog tegen Joris... Wat leuk dat jij een spijkerbroek gekocht hebt, Molly. Ja, ja, praat er maar weer overheen. Wat zou je ervan denken als we ons allemaal eens met onszelf bemoeiden? Goed idee, hou ik me voortaan aan. Hier is je broek en in het vervolg zet jij die ritser zelf maar in. Mijn broek? Hoe, wat? Hé, hey, heb jij... Laat hem maar kletsen, Molly. Met mij mag je best bemoeien. Heerlijk dat je bemoeit. Zip, 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 zip. Geweldig, Molly. Het is weer kids met de rits. Oh, je hebt haar weer voor je karretje gespannen. Voor jou best wel. Oh, 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 wat een zorgzaamheid. Ja, toch? Ja, zo kan ik ook zorgzaam zijn. Dit is een zaak tussen Molly en mij. En Molly? Ik was vanmorgen nog even bij de dokter. En daar zag ik deze folder liggen. Ik denk, die neem ik mee voor Hanna.
Ja, je hoeft hem natuurlijk niet helemaal te lezen, want daar heb je natuurlijk geen tijd voor. Maar als je nou eens even hier kijkt, hè, op bladzij 20, daar heb ik een vouw in gemaakt. Als je een ogenblikje hebt, misschien vannacht, hè, onder de kroketten. Oh, hoe weet jij van de... Het gaat om stress. Stress? Wat heb ik daarmee te maken? Ja, wat zou jij daar nou mee moeten? Laten we ons in zo'n moeilijke situatie vooral ook op gezonde wijze ontspannen. Juist nu is er reden te over een strandwandeling of een fietstocht te maken. Heel goed, Molly. Ik leg hem hier neer. Eet ze. Dag. Molly, bedankt. Eet ze, ja. Maar wat dan wel? Let jij eens op. Ik ga meteen aan de slag. Ja, wel een beetje snel graag. Ik moet over een uur weg. Het is zo gepiept. Opgepiept, zeker. Capito. Uno momento in die oven. Eet mamma mia mangiara. Mwah, molto bene. En intussen ga jij alvast verkneukelen over onze reis naar La Bella Italia. Bienvenuta a Toscana. Mangiare, olhar di luna, porta fortuna. E non è vero, è bene trabajo. E l'ombro con noi è della guia. Dalla casa in cui sono nato da vent'anni lunghi sto. Il giorno poco... Meteen in de slag, hè? Half vijf, einde vergadering. Sloes. Ja. Hanna, ik kom je halen. Jullie ook allemaal stoppen, alles neerleggen en ontspannen. Adem in, aan en uit. Zo gaat hij goed. Ontspannen. Gezond vooruit. Hoe kom je aan dat ding? Onze fietsen zijn gefuseerd, schat. Oh, wat geestig. Geleend van de fietsenmaker. De dagtaak zit erop. Wij gaan een ontspannend fietstokje maken. Ja, joh, doe niet zo idioot. Idioot? Het wordt aanbevolen door de Hartstichting. Ja, en mij een beetje voor joker zetten. Hoe bedoel je? Want je lijkt wel getikt. Moeten de collega's er nou van denken? Ik vraag me af wie hier getikt zijn. De joker zit er binnen. In ieder geval kan ik niet mee. De vergadering is nog niet klaar. Om 4:30 zou je klaar zijn. Ja, dat loopt altijd uit, dat weet je toch ook wel? Daarom juist ben ik hier, klokslag 4:30. Man, ik ben er niet op gekleed, ik ben helemaal niet voorbereid. Waarom heb je dat vanmorgen niet gezegd? Het was een inval. Nou, in ieder geval kan ik niet mee. We zijn nou met een belangrijk punt bezig. Je stoort ontzettend. Dus je gaat niet mee? Nee, sorry hoor. Ja, ik moet nog gaan, anders wordt het toch later. Tot straks, hè? Tegen niemand kun je nee zeggen, behalve tegen mij. Oh. Nee. Het is niet waar. Oh, wat vreselijk. Gaat het dan niet goed met hem? Nou ja, ja, niks aan te doen. Nee, er zit niks anders op. Maar we zullen wel zien. Oké, tot morgen. De rector aan de telefoon. En wat denk je? Sietse blijft nog een maand weg. Ik zeg, Sietse blijft nog een maand weg. Tja, Oh, is dat je enige reactie? Tja. En hou eens op met dat geroei. Ik wist het al, ik kwam hem vanmiddag tegen. En je hebt al die tijd niks gezegd? Ik wou het je nog even besparen. Nou, ik weet niet meer hoe het moet. Ik moest van hem zeggen dat je je niet ongerust hoeft te maken. Hij redt het al. Ja, hij wel. Maar ik kan al die uren weer voor hem invallen. En allemaal afspraken verzetten. Oh, die sauna kan je voorlopig wel vergeten, hoor. Kijk, dat is natuurlijk helemaal fout, hè. Ontspanning kan je redden. Fietsen, saunaaien, roeien niet te vergeten. De geest verzetten en het lichaam bewegen. Hé, kom op, nou jij. Ik heb dat ding niet van niks verzet. Ik denk er niet aan. Je hoeft er niet eens je deur vooruit. Even een paar baantjes trekken voor het slapen gaan. Niks daarvan, laat dat maar even liggen tot morgen. Denk er iets anders. De vakantie. Weet je waar je naartoe wil? Of ik niks anders aan mijn hoofd heb. Wat dacht jij van het Lago Maggiore? Zon overgoten, rimpeloos spiegelend water. De stilte wordt slechts verstoord door ons geplas. Sul mare luccica la strada d'argento. Doen. Lago Maggiore. Nou, regel jij het maar. Ik vind alles goed. Oh, nee, dat kennen we, hè. Zitten we op het Lago Maggiore, dreigende wolken, wild water, gejankerd portables. En dan is het van... Wie wilde zo nodig naar het Lago Maggiore? Nee, schat, zo zijn we niet getrouwd. Dat regelen wij prettig samen. Mwah.
Margriet. Precies op tijd, hè? Wat zijn we te kijken? Ik dacht dat je me op kwam halen. Nou, wat doe ik dan? Ik zou zeggen, stap op. Ja, als ik dat geweten had. Dan was het geen verrassing geweest. Ik ga even een broek aantrekken, want die rok waait op. Ben je gek? Je ziet niks. Je zit toch achter vaders brede rug? Ja. Zit je? Ja. Gewoon meetrappen, hè? Ja. En niet aan het stuur trekken. Dag, schat. Jij raadt nooit... Wacht eens even. Als ik het niet dacht. Jij rookt stiekem. Wel, nee, één trekje. Ik heb je al vaker geroken, daar. Ja, nee, af en toe één trekje. Ja, zo begint het met één trekje. Maar straks is jouw luchtpijp één rookkanaal. Vroeger, hè, als ik jou kuste, dat was geen kussen meer, dat was meeroken. Waar bleef je dan ook? Ik rookte van de zenuwen. Zal ik het nog gedaan hebben? Hier, het is 6:30. Waar ben je nou uitgehangen? Raad eens. Nou, toch niet tot 6:00 in de sauna. Nee, ik moest Margriet toch even naar huis brengen. Die had geen vervoer. Op de tandem? Ja, tuurlijk. Soms misschien nog ook door het bos? Ja, heerlijk. Oh, er gaat toch niks boven frisse boslucht? Wel, ja, ik werk met de zenuwen en meneer ontspant zich met andere vrouwen. Helaas, hè. Ik moet wel. Ik moet tenslotte aan mijn toekomst denken. De toekomst? Ja, ik bedoel, je drinkt. Je rookt, je eet junkfood, je hebt zenuwen. Straks ben ik weduwnaar en zit ik mooi met mijn... in het zand. Ja, spotten kan je, ja. Maar mij eens een keertje bijstaan? Ja, nou wordt hij nog mooier. Jij laat je nogal bijstaan. Nou, dat bijstaan van jou kennen we. Ja, wat wil je dan? Je zou bijvoorbeeld eens gewoon om 6:00 het eten klaar kunnen hebben. Dan hoefde ik ook niet van de honger te roken. Nou weer van de honger. En waarom denkt u dat het eten vanavond een uurtje later klaar staat? Omdat je in de sauna zat. Dan was ik om 4:30 al uit. Nog mooier. Omdat meneer dus urenlang met zijn saunavriendinnetje op een tandem door het bos heeft zitten rossen. Fout. Omdat ik daarna weer langs het reisbureau ben geweest voor ons. Alweer naar het reisbureau? Ja, om met jou door het bos te kunnen rossen. We gaan namelijk naar de Achterhoek. De Achterhoek van de zomer? Hoe heb je dat dan kunnen doen? We hebben 3 weken regen. Wie heeft het nou over van de zomer? Wij gaan dit weekend. Dit weekend? Ja, het is mooi weer voorspeld en er is een lekker bungalowtje voor ons klaar. Ja, maar ik kan helemaal niet dit weekend. Je zult het moeten. Geen sprake van. Door het gedoe met Sietse is er voor mij een vergadering naar zaterdag verschoven. Kan ik niet onderuit. Ja, ik ook niet. Ik heb alles al besproken. Ja, meneer regelt maar. Nou, ik kan dus niet. Nou, dan zijn we dus wel het geld kwijt. Waarom? Dan ga je toch alleen? Alleen? Nou, daar heb je anders ook nooit moeite mee. Nee, wij moeten samen. Want dit weekend beslissen wij onder een stralende zon, overlopend van voorpret in een ontspannen sfeer, wat onze plannen voor de zomervakantie zijn. Hier, ik heb nog een folder meegenomen. Maar mij krijg je niet mee. Mevrouw Huisman. Ah, Yvette, schat. Weet je al iets? En? Niet. Oh, wat vervelend nou. Ja, ik begrijp het wel. Kort dag, ja. Ja, maar dat kan ik niet helpen. Nee, je vader heeft gisteren pas besproken. Oeh, wat jammer nou. Ja, nou, hij zou het leuk gevonden hebben als jij met hem was meegegaan. Nee, ik kan niet. Ja, maar wie dan? Het is morgen al. Ja, nou ja, ik zie wel. Ja, dank je. Ja, jij ook, doei. Hè? Daar. Oh. Wat in zucht, hè? Kan ik jou helpen? Krokketje bakken? Nee, Hassan, zou jij het misschien leuk vinden om een weekendje met Joris naar de Achterhoek te gaan? Achterhoek? Ken ik niet. Wel Spekerhoek. Ah, nee, de Achterhoek ligt in het oosten, voorbij Arnhem. Is heel mooi. Bos, weilanden. Joris heeft daar een huisje gehuurd. Ga jij niet mee dan? Nee, ik kan onmogelijk. En wanneer is het? Morgen. Morgen al? Ja, het wordt mooi weer. Je kan het prachtig fotograferen, dus... Maar vindt Joris het wel leuk om met mij... Ja, natuurlijk. Anders moet hij in zijn eentje. Nou, het zou wel kunnen. Maar ik hoef toch niet met hem in één bed, hè? Nee hoor, maak je maar geen zorgen, racist. En waar is Joris nou? Bellen. Hé, die tandem. Hanna, help even.
Ja, wat is er? Ik kan er alleen niet af. Wat heb je? Mijn enkel. Oh. Wat is er gebeurd? In de sauna uitgegleden, mijn enkel verswikt. En Margriet was zo lief om me even thuis te brengen. Ja, maar ik ga meteen weer weg, want het is al heel laat. Ja, bedankt, hè. Neem jij de tende maar. Kom maar. Au, oh, oh, oh. Hey, wacht, wacht. Ik help jou even. Oh. Hanna. Ja. Kom maar. Hé, hey, bedankt, hè. Kom maar. Oh, ai, ai, ai. Je wordt bedankt, hoor. Heb je weer mooi versierd. Hoe krijg je het toch voor elkaar? Meneer maakt een slipper in de sauna en ik ben er weer de dupe van. Nee, er is helemaal niks aan de hand. Dat stelt niks voor. Kijk, Margriet is... Laat alsjeblieft Margriet er buiten. Het gaat om jou. Hier, kijk nou toch eens. Nou, het valt best mee. Het is maar een enkeltje. Wat in pech, hè? Het weekend gaat nou zeker ook niet door. Nee, allicht niet. Ja, natuurlijk wel. Ook nou hier zit met die enkel of daar. Kijk, daar zitten we tenminste nog lekker buiten. Maar wat moeten we hier dan doen? Wij? Wat wij? Nou, ik heb Hassan gevraagd of hij met je meeging. Oh, nee, er komt niks van in. Een beetje achter mijn rug, nee, geen sprake van. Oh, leuk is dat. Ja, sorry hoor. Zeg, hoe verzin je het? Zeker om met hem in één bed liggen ook. Ja, doei. Au. Bel ze nou maar af. Bel ze nou maar af, waarom? Ja, hoe kom ik anders in Holte? Ik kan niet rijden met het been. Nou, dan ga je niet naar Holte. Ja, dan zijn we het geld kwijt. Dan vraag je Hassan maar. Ja, die is gek. Ja, ik ook niet. Ik moet morgen om 10:00 beginnen en dan wil jij dat ik je voor die tijd wegbreng. Dan moet ik om 6:00 op. Nee, natuurlijk niet. Jij rijdt mij gezellig naar Holte en als je er toch bent, blijf je het weekend. Wat gaan we daar dan doen? Je kan geen poot verzetten. Met de auto naar leuke plekjes, lekker op de hei liggen. Even er helemaal uit. Ik neem de folders mee, kunnen we een ontspannende vakantie uitzoeken. Misschien is er 's avonds wel een orgelconcert. Haha, daar ben jij nogal gek op, zeg. Hé, hey, ik doe het voor jou. Ach, wat een zelfopoffering. Ja, doe je het? Ja, ik kan die rector toch niet op het laatste nippertje afzeggen? Kan ik niet maken. Ja, natuurlijk wel. Jij kunt het toch niet helpen dat je moet afzeggen? Ik zit met het been. Dat is toch een goed excuus? Is maar een enkel. Ho, ho. Dat zeg je zelf. Oh, dus dat is niet erg genoeg. Wat voor rampzalig moet ik wel niet mankeren voordat je me helpt? Nou? Doe niet zo dramatisch. Goed. Bel ik Margriet. Henk is toch de hele week naar Londen, dus... Nou zeg, jij maakt er een punt van. Inderdaad maak ik er een punt van. Ik heb dat weekend nodig. Ik ben er hard naartoe. Ik ben gestrest tot en met. Jij gestrest? Waarvan? Ja, van jou. Met jou valt toch niet meer te leven? Nou, daar zitten we dan. Ja, heerlijk, hè? Hey, luister eens. Hoor je dat? Wat? Ik hoor niks. Dan is het goed. Hier hoor je de stilte. Nou, wat zullen we eens gaan doen? Doen? Waarom wil je nou iets doen? Je bent hier voor je rust. Ja, maar daar word je zo onrustig van. Hoor je nou hoe diep jij gezonken bent? Pak de reis volgens maar. Nee, daar heb ik nog geen zin in. Ik wil eruit. Oké, wat dacht jij van een fikse boswandeling? Hé, ja hoor, leuk. Langs de rode paaltjes dan maar. Die 6 kilometer. Of doe je liever de gele van 10? Ja, laten we die maar doen. Daar heb ik echt zin in. Wat? Appeltje mee voor onderweg. Hé, hey, jij loopt. Is het niet wonderbaar? Oh, vuile, smerige comediant. Jij laat mij dat hele eind rijden. Jij laat je verzorgen terwijl ik... Oh, ik ga naar huis. Hoe haal je het in je hoofd? Hanna, denk om je hart. Denk om je hart. Wat leugenaar. Oh, ik deed het niet voor mezelf. Ik deed het voor jou. Ja, jij. Vooruit gaat zij. Hanna, het is voor je eigen best wel. Ontspan je, ontspan je. Ontspan je, ontspan je, Hanna. Ontspan je. Prettig geregeld.